Dit is een bespreking van de regels 23 tot en met 33 van het eerste boek van de Aeneis. In het voorafgaande heeft Virgilius verteld dat het Juno is die de Trojanen afhoudt van het stichten van een stad in Italië. Zij is namelijk bang dat de afstammelingen van die stad, hè, wat later Rome zal blijken te zijn, haar favoriete stad Carthago zullen verwoesten. Dit is een bespreking van Aeneis boek 1, de regels 23 tot en met 33. Virgilius is bezig met het opsommen van de redenen die de godin Juno heeft om een hekel te hebben aan Trojanen in het algemeen en Aeneas in dit geval in het bijzonder. Onderwerp van de eerste zin is dan ook Juno. Die wordt daar Saturnia genoemd. Dat is de Saturnische, dat is Saturnus' dochter. Saturnus is de vader van Juno en ook van Jupiter overigens. Dus zij, Juno is onderwerp hier. Ik begin nu weer vooraan. It metuens, letterlijk dit vrezend, uit vrees hiervoor. En het, de vrees die is in het voorafgaande uitgelegd, dat is de vrees dat, dat de stad Carthago, dat die, waar Juno een speciale band mee had, dat die stad vernietigd zou worden door afstammelingen van de Trojanen. En dat waren, hebben we in de vorige regels gezien, de Romeinen. De lezers van Virgilius weten al dat Carthago inmiddels verwoest is, al een hele tijd geleden. Dus dit vrezend, uit vrees hiervoor is vertaald. Het is dan vertaald met hiervoor. Even kijken, en memor, dat is denkend aan memor, hè, dus als een participium vertaald, omdat zij dacht aan, en dan hoort veteris, hoort bij belly, omdat ze dacht aan de oude oorlog. En die oude oorlog, daar wordt de Trojaanse oorlog mee bedoeld. Virgilius legt dat ook uit. Denkend aan de oude oorlog die zij Gesserad, onderwerp nog steeds Juno, die zij gevoerd had ad Trojan, bij Troje, pro, voor de dierbare, voor het dierbare Argos. Argos is een stad in Griekenland en wordt hier gebruikt voor Grieken in het algemeen. Die zij gevoerd had bij Troje aan de kant van de Grieken. Omdat Juno Hera zo'n hekel had aan de Trojanen, stond zij in de Trojaanse oorlog uiteraard aan de Griekse kant. Dan hebben we nog niet vertaald prima, dat is als eerste die zij vooraan, dus in de eerste gelederen gevoerd had bij Troje voor haar dierbare Argos. Dan komt er een tussenzinnetje, dat kun je zien in dat gedachtenstreepje daar. Nec dum betekent want nog niet en nog niet. Want nog niet is hier vertaald. Want nog niet ook. Letterlijk, en dan is het onderwerp zijn de causae en de dolores. Nog niet waren, die waren exciderant, die waren gevallen uit, letterlijk uit haar geest of uit haar hart. Want nog niet waren uit haar hart gevallen, en dan dus twee onderwerpen, de oorzaken van haar woedegevoelens, zou je het meervoud kunnen vertalen, hier is enkelvoud vertaald, en de vrede smarten, de vrede, hè, Juno was gekwetst ergens door, uit het vervolg blijkt waardoor. Want en nog niet waren uit haar hart verdwenen, is hier volgens mij vertaald, de oorzaken van haar woede en de vrede smarten. Om welke smart en welke woede gaat dat dan? Dat is een in Iuria gaat het om, en nee, een judicium paridis, het oordeel van Paris, en een onrecht. En die blijven in haar hart, staat er hier. In haar hart blijft alta mente repostum, letterlijk diep in haar geest weggeplaatst. Postum is hetzelfde als positum van ponere. Dus diep in haar hart geplaatst blijft het oordeel van Paris en het onrecht van haar schoonheid die versmaad was, van het versmaden, van het niet op waarde geschat worden van haar schoonheid. Je kent waarschijnlijk het verhaal.
Paris moest kiezen uit de drie mooiste godinnen en Juno werd niet door hem als de mooiste beoordeeld, maar Venus Aphrodite in het Latijn. Dus dat oordeel van Paris en dat onrecht van dat Paris oordeel, dat blijft in haar hart repostum, blijft achter in haar hoofd steeds meespelen bij haar hekel en aan de Trojanen. En wat blijft nog meer? Het genus in visum, het gehate volk. In de aantekeningen staat uitgelegd dat Juno dat volk al haatte, omdat de stichter van de Trojanen, dat is de ene Dardanus. En Dardanus, dat is weer de zoon van Jupiter, dus de man van Juno, en een andere madame. Juno, die kon daar maar niet aan wennen dat Jupiter steeds scheve schaatsen reed. En wat nog meer, bleef diep in haar hart de honores, de eer bewijzen, de privileges zou je kunnen zeggen, van Ganymedes, die geroofd was. Ganymedes, dat was ook weer een Trojaanse prins, door Jupiter ontvoerd en in de hemel of op de Olympus had Ganymedes allerlei privileges en natuurlijk een doorn in het oog alweer van Juno. Dus even opnieuw samenvatten, we zitten nog steeds in dezelfde zin. Die Juno is nog steeds verontwaardigd door, even kijken, dat oordeel van Paris, waarin Paris haar schoonheid versmaadt. Ze is boos op de Trojanen, omdat de stamvader van die Trojanen een buitenechtelijke zoon van haar echtgenoot is. En ze is boos over de eerbewijzen, de privileges van Ganymedes. Even kijken, dan had ze ook nog aan de Griekse kant gestaan. Zo waren we begonnen in de Trojaanse oorlog. En Virgilius pakt het hier samen door. His Akenza, door deze dingen letterlijk aangestoken, ontvlamd, verontwaardigd. Metafoor uiteraard. Bovendien, super is hier een bijwoord. Door deze dingen bovendien aangestoken. Even kijken, dan moeten we een werkwoord hebben. Arkebat, weerde zij af. Weerde zij ver vanaf Latium. Weerde zij ver vanaf Latium. En dan moeten we een leidend voorwerp hebben. Dat zijn die Troa's, de Trojanen. Weerde zij de Trojanen ver van Latium. Dat betekent, ze probeerden te voorkomen zo lang mogelijk dat die Trojanen in Latium volgens hun lot zouden aankomen. En dan staan er bij die Trojanen staan nog twee bepalingen. Die Trojanen die zijn jactatos aequore toto. Letterlijk geslingerd, geworpen over het zeevlak, over het gehele zeevlak. En die Trojanen, dat zijn de reliquia's Danaum, de overblijfselen van de Grieken. Dus dat zijn diegenen van de Trojanen die door de Grieken in leven zijn gelaten nadat ze Troje verwoest hadden, of die hadden kunnen ontsnappen aan de Grieken, en aan de wrede Achilles. Achilles, hier rare genitivus van Achilles, maar dat moet hier wel. Dus letterlijk de overblijfselen van de Grieken en van de wrede Achilles betekent de Trojanen die hebben kunnen ontsnappen aan die Grieken en aan Achilles. Die weerden zij ver van Latio, multosque per annos en gedurende, per betekent gedurende vele jaren, zwierven zij rond. Hier zijn die Trojanen ineens onderwerp. Zwierven zij rond, acti fatis, hoort bij elkaar, gedreven, voortgedreven door hun lotsbeschikkingen, door het noodlot. Zwierven zij rond, maria omnia circum, hoort wel bij elkaar. Circum is een voorzetsel, staat er achter, je zou het een achterzetsel kunnen noemen. Rond over omnia alle zeeën. En dan is die lange zin eindelijk afgelopen. Een tantai molis erat romanam condregentem. Een erg beroemde regel is dat geworden. Letterlijk, moles, moles betekent moeite. Tantus, zo groot. Letterlijk, van een zo grote moeite was het, vertaald met zoveel moeite kostte het, om wat te doen, om te konderen, te grondvesten. Hier heb ik een keer verkeerd geklikt, zie je. Om te grondvesten het romanam, het Romeinse, en gentem betekent volk. Zoveel moeite kostte het om het Romeinse volk te stichten.
Dus de Juno bleef die Trojanen die het Romeinse volk moesten gaan grondvesten, die bleven maar tegengewerkt worden door Juno. Terwijl zij dus wist, bleek uit de vorige 10 regels, dat het voorbeschikt was dat die Trojanen in Italië de Romeinen zouden gaan stichten, als het ware.